Nu eigenlijk weer af naar de praktijk van 2017. Het waterveiligheidsportaal, nou, nu gaan we het echt over informatievoorziening hebben, is een portaal waar we informatie kunnen uitwisselen over waterveiligheid. Het klinkt allemaal niet zo spannend, maar het is het wel. Omdat als er iets ingewikkeld is in de wereld van informatie, is het dezelfde taal spreken waar we het over hebben. Wat gaat erin? Wat gaat eruit? Wat zegt het? Hoe zorg je voor betrouwbaarheid, actualiteit? Hoe zorg je dat iedereen zijn rol pakt? Dat er moet gebeuren wat er gebeurt? Dat is een hele kunst op zich. En Erik Kraai, als plaatsvervangend directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, wil ons meenemen in een soort sneak preview. Want verderop in het programma kunt u nog veel meer over het Waterveiligheidsportaal zien. Maar jij gaat alvast een sneak preview geven hoe het nieuwe portaal eruit ziet. En ik denk dat je ook wel een beroep gaat doen op de mensen om daar wat mee te doen. Ook al. Moet je ook een plan maken. Zeker, dat ga ik ook zeker doen. Dank u wel. Goedemorgen. Ik zal mijn verhaal inderdaad opbouwen vanuit eigenlijk de start van het vorige verhaal. De urgentie en de noodzaak dat we met klimaat en klimaatadaptatie en mitigatie bezig zijn. Als ik het heb over water en waterbeheer, zit dat toch vooral ook in de hoek van de adaptatie. Dus ik ben een van degenen die bij het begin toen Gerrit Hiemstra vragen stelde van in 2050 geloof ik nog steeds dat die dijken veilig zijn in Nederland. We moeten niks afdoen aan de zorgen en de urgentie die de vorige spreker naar voren heeft gehaald. Ik zal iets meer vertellen over die dijken, over het hoogwaterbeschermingsprogramma. Het belang van data en informatie, dus daarmee ook de link leggen naar het onderwerp, het hoofdonderwerp van vandaag. En dan zal ik inderdaad iets vertellen over het waterveiligheidsportaal, wat daar een belangrijk instrument in gaat vormen de komende jaren. Dit kent u allemaal, plaatjes van Nederland. Zo is Nederland nu, gebouwd door mensenhanden, door machines, door bedrijven. Door heel velen hebben we het land ingericht door de jaren heen. Maar als we het hebben over 2050, en dat kwam ook net naar voren, zal het er waarschijnlijk niet meer zo uitzien. Ja, maar dit is wel wat Nederland is. Een waterland waar we ons steeds hebben aangepast aan de omstandigheden. En dat wil ik ook nog even, want de vorige spreker keek vooral vooruit. Ik dacht, ik doe nog een plaatje om even terug te kijken wat we allemaal bereikt hebben in dit land. We wonen en werken hier natuurlijk al meer dan 1000 jaar, onder veranderende omstandigheden. Waarschijnlijk veranderde het klimaat toen ook. Onder andere door bodemdaling bijvoorbeeld, als voorbeeld hiervan. En we hebben ons steeds aangepast met technische middelen. Nou, het vorige verhaal was duidelijk, er zal nog veel meer nodig zijn. Maar dit geef ik u even mee dat we ook al zo'n kleine 3-4 meter zijn gezakt de afgelopen jaren met elkaar. En dat kunnen we alleen maar aanpassen. We kunnen ons alleen maar aanpassen en daar hebben we ook steeds technische middelen voor gebruikt. Die ziet u ook hier staan. We zijn windmolens gaan bouwen, nu controversieel, toen waarschijnlijk ook, toen de eerste kwamen, maar uiteindelijk hard nodig en gekomen. En de overgang van windmolens naar energie, slurpende gemalen en andere waterhuishoudkundige voorzieningen was waarschijnlijk in die tijd ook een hele grote overgang. Die moesten we toen ook maken en die hebben we ook met elkaar gemaakt. Dus dat kunnen we wat mij betreft. Dus ik heb ook wel vertrouwen. Ik zie de urgentie, maar ik denk ook dat we het kunnen met elkaar. Nou, dat gaat dus vooral over dijken uiteindelijk. Hier ziet u het plaatje wat u net ook even zag. Ik heb hier nog wat getalletjes bij gezet. 60% van ons land overstroombaar. De blauwe en lichtblauwe delen. Er zijn al wat voorbeelden langs geweest. De watersnood 53. De bijna overstromingen in 95. En zo hebben we nog wat voorbeelden. Vele in het verleden gehad. Daarom bouwen we ook en onderhouden we ook die waterkeringen. Die zijn dus heel belangrijk in ons land. Dat noemen we de primaire waterkeringen. Alle dijken die ons land beschermen tegen het hoge water vanaf de zee en vanaf de rivieren. Dat doen Rijkswaterstaat en de waterschappen samen in een steeds inniger samenwerking. U ziet ze hier ook in grote getalen aanwezig. Zo'n hoogwaterbeschermingsprogramma is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Waar we goed samenwerken tussen beide organisaties. Kennis en kunde delen aan de kant van publieke opdrachtgeverschap. We doen dat ook als het gaat om data en informatie. Dus ik zal u zo wat meer vertellen over het waterveiligheidsportaal. Maar bijvoorbeeld het Informatiehuis Water en het Waterschapshuis zijn allemaal initiatieven om data en informatie aan waterbeheer te koppelen. En dat ook samen te doen tussen overheden om de kosten in de hand te houden en kennis en kunde ook optimaal te delen. Het zijn ook heel veel dijken, u ziet ze hier staan. Uiteindelijk gaat het om een areaal, die primaire waterkering van zo'n 3700 kilometer, waarvan het grootste deel
in beheer is van de waterschappen. Nou, dat zijn ook geen nieuwe organisaties. Er zijn er nu 22 van. Gestoeld in het verleden, steeds bezig om zich aan veranderende omstandigheden in het klimaat en het water aan te passen. Vooral in de uitvoering, maar ook in de organisatie en in het bestuur. Vol tradities ook. En één van die tradities wil ik er nog even uithalen. En dat is de schouw. Als het gaat over water en informatie, de waterschappen schouwden hun waterlopen en watergangen. En dat deden ze met de ingelanden en dat deden ze ook met degene die daar belang bij hadden. Dat leverde een schat aan informatie op. Vooral visuele informatie. Later in de loop der eeuwen ging men dat opschrijven, documenteren. Er werden er leggers gemaakt. En gaandeweg zie je natuurlijk een steeds verdere digitalisering daar ook van optreden. Dus dat zijn niet nieuwe informatie en waterkeringen en waterbeheer. Dat zijn op zich geen nieuwe onderwerpen. Alleen het verandert ook steeds door de omstandigheden en de technische mogelijkheden die we hebben. Ook het werk aan die dijken op basis van al die informatie die we hebben is niet nieuw. Het programma Ruimte voor de Rivier kwam al net even langs met mooie voorbeelden. Ik wil ook nog even noemen, na die bijna overstroming in 1995 in het rivierengebied, hebben we met elkaar een deltaplan grote rivieren gemaakt. Waar ook honderden kilometers dijken in het rivierengebied opgeknapt zijn. En dat levert dus ook heel veel informatie weer op. Niet alleen over waterstanden, over dijken, maar ook over de bebouwde omgeving. En dat zijn ook onderwerpen die vandaag aan de orde komen. Die informatie wordt steeds meer en moet ook steeds meer met elkaar verbonden worden. We kijken naar de toekomst. Veel van die rampen hadden een verschrikkelijke aanleiding en een verschrikkelijk gevolg. Maar leidde ertoe dat er daarna door overheid en vervolgens door marktpartijen gewerkt werd aan dat waterbeheer. Aanpassing van het watersysteem, versterking van de dijken. En de essentie van het Delta-programma wat in 2011 is verschenen is dat we nu vooruit gaan kijken. Ook daar is dat jaar 2050 en ook nog wat verder 2100 belangrijk in. We willen met elkaar zorgen dat die dijken ook in de toekomst weer op orde zijn. Dat doen we in het Delta-programma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma is daar een onderdeel van. En daar ziet u ook nog een paar andere plannen die we ook met elkaar aan het maken zijn om Nederland toekomstbestendig te maken. En het nieuwe aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma is, ik noemde net al even de samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat, is dat ook gezamenlijk gefinancierd wordt. Dat er ook geld beschikbaar is vanuit het Rijk en vanuit de waterschappen om continu aandacht te besteden aan de sterkte en de versterking van de dijken die noodzakelijk zijn. Dat is uiteindelijk afgerond op zo'n bedrag van 362 miljoen. Jaarlijks wordt dat nog geïndexeerd. Dat is tot in lengte van jaren beschikbaar in het Deltafonds. En daar kunnen we ons werk mee doen op het gebied van aanpassing van de dijken aan die veranderende omstandigheden. Nou, die omstandigheden die zijn ook nog eens een keer veranderd omdat we met die klimaatscenario's, de bestaande klimaatscenario's, nog eens goed hebben gekeken in het kader van het Delta-programma naar wat moeten nou de normen zijn, de wettelijke normen, waaraan die dijken moeten voldoen. En die zijn naar de toekomst toe strenger. Want we hebben te maken, kwam ook uit vorige verhaal naar voren, met hogere rivierwaterstanden. Met hogere standen in de zee. Dus we zullen onze dijken hoger moeten maken in een aantal gevallen. In de linkerkant ziet u een aantal faalmechanismes. Daar ligt dus heel veel kennis en informatie en data aan ten grondslag over die dijken. We kennen waterstanden, daar hebben we enorme bestanden van. We weten iets veel over de sterkte van de dijken, over de bodemgesteldheid van die dijken. Want het is meer dan het water wat over de dijk kan komen bij een hoge waterstand. Het water kan er ook onderdoor. En het water kan ook verzakkingen veroorzaken. Dat zijn al die faalmechanismen die je hier ziet. En dat is uitgedrukt in een norm, want dat willen we voorkomen, in een risico. En dat is een wettelijke norm geworden. En dan moeten we in het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de toekomst toe de nieuwe dijken aan toetsen. Tegenwoordig heet dat beoordelen. En we moeten zorgen dat die dijken die daar niet aan voldoen weer versterkt worden. En dat is het programma wat we nu gemaakt hebben, wat de laatste 3 jaar draait. In blauwe balken ziet u de kilometers dijken en in groen de kunstwerken in die dijken. Dat zijn soms kleine kunstwerken, maar ook hele grote kunstwerken, als de Oosterscheldekering bijvoorbeeld. Heel grote variatie. Van die 3700 kilometer verwachten we dat we in ieder geval de komende jaren 900 kilometer, de komende tientallen jaren, zullen moeten aanpakken. Vaak gebeurt dat in combinatie met andere plannen die in de omgeving zijn. We maken daar een jaarlijks programma van. En daar is dus ook weer heel veel informatie en data voor nodig. Want zelfs die 900 kilometer kunnen we natuurlijk niet in een paar jaar doen. Dat kunnen wij niet aan als overheden, maar kan ook de markt niet aan. Dus we hebben daar een programma voor gemaakt, 6 jaar. Maar ook een programma waarin per jaar op basis van de urgentie wordt aangegeven welke dijken aangepakt kunnen worden.
Ook daar heb je weer informatie voor nodig. Want je wil die dijken allemaal op dezelfde manier beoordelen en op dezelfde manier ook prioriteren. Hoe groot is nou die kans dat er echt iets gebeurt met die dijk? We weten dat die dan in dit geval, die 900 kilometer, niet voldoet aan de wettelijke norm. Maar hoe groot is dan de kans? En wat is het effect? En dat proberen we ook voor al die dijken die informatie beschikbaar te hebben. En op basis daarvan, waar het risico het grootst is, als eerste te beginnen met de dijk aanpak. En daarnaast hebben we ook nog voorbeelden dat waterschappen vanwege allerlei factoren die in de omgeving spelen, een gemeente of een projectontwikkelaar, sneller te starten. En dat noemen we dan voorfinanciering. Dus ook dat, dat programma wat eigenlijk invulling geeft aan aanpassing van die dijken, gaat sneller en sneller tot stand komen. Een paar voorbeelden, want we zitten niet stil. We doen al heel veel aan die dijken. We hebben veel gedaan en we zijn steeds bezig. U ziet ze misschien ook in uw omgeving wel. U ziet hier een paar plaatjes van het hoogwaterbeschermingsprogramma. En dan ziet u ook dat die data en die informatie, dat gaat veel meer over dan alleen over de kering. Het gaat ook over hoe de omgeving in elkaar zit. Hoe de gebouwde omgeving in elkaar zit. Linksboven, versterking van een duin door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Gecombineerd met de aanleg van een parkeergarage in dat duin. Een project wat veel in de belangstelling heeft gestaan. Rechtsboven, Zeeuws-Vlaanderen. In combinatie met natuur- en recreatieontwikkeling. En de onderste twee zijn wat kleinere projecten waar vooral de stedelijke en de gebouwde omgeving maatgevend is voor de aanleg van de dijk. Want die zie je bijna niet in het plaatje. Dat zijn de projecten die we met elkaar doen. En waar we ook proberen, en dat zie je ook in de informatiestromen terug, functies te combineren. Nou, dat zijn eigenlijk projecten die al uitgevoerd zijn, opgeleverd zijn. Hier ziet u nog een paar plaatjes waar we nu mee bezig zijn. En die we ook gaan uitvoeren de komende jaren. Linksboven Delfzijl. Een dijk die vermoedelijk beïnvloed wordt door niet alleen de hogere zeewaterstanden en de golven, maar ook door de aardbeving in dat gebied. Dus dat is zo'n voorbeeld van zo'n dijk waar we snel aan de slag moeten. Waar het waterschap ook een plan heeft gemaakt en gaat uitvoeren. Dus qua data en informatie komt daar nog veel meer bij kijken dan alleen die dijk. Dan wil je ook wat weten over de aardbevingsgevoeligheid van die dijk. Een kennisgebied wat we bijna niet meer hebben in Nederland. Waar we onder andere in Amerika te raden moeten gaan. Maar in zo'n project willen we ook functies combineren. Hier staat het begrip dubbele dijk. Dat is in het rivierengebied wel een bekend verschijnsel. Maar in het Waddengebied nog niet. Dus in dat tussengebied tussen die twee dijken zijn er misschien mogelijkheden voor ontwikkeling van landbouw. Zilterlandbouw in dat gebied. Nou, ook daar weer een link. Daar krijg je weer andere informatie. En andere informatie die heb je ook nodig om tot zo'n afweging van zo'n project te komen. Nou, de Lekdijk wordt een groot project. Capelle-Moordrecht, dat is een kleinere, die is eigenlijk al uitgevoerd. En Gorinchem-Waardenburg. En dan ziet u eigenlijk, de afgelopen jaren hebben we vooral veel projecten langs de kust uitgevoerd. Zandsepleetjes, zwakke schakels kust zijn dan een aantal begrippen. En de komende jaren zal zich het vooral concentreren in het rivierengebied. De Waal, de Lek, de IJssel, de Maas en het Waddengebied. En daarnaast ook nog vele andere plekken. Dus dat vormt samen dat grote aantal van die 900 kilometer. Nog even een tussenstand. We komen op gang. Dus we hebben al wat gerealiseerd, maar de komende jaren gaan we echt volume maken. Dus die projecten en de omvang van die projecten zal de komende jaren echt toenemen. En we hebben dus ook steeds meer mensen nodig. Dat staat aan de linkerkant. Dus mijn oproep is ook steeds, als ik dat plaatje zie van de jeugd, laten we ook de mensen interesseren voor het werken in het waterbeheer. Want we hebben ze keihard nodig de komende jaren. Ik zou bijna vragen, wie is er in 2050 nog werkzaam in de sector? Ik denk dat er dan weinig vingers de lucht in gaan. Maar die mensen hebben we wel nodig, want het is continu aanpassen, continu werken en steeds projecten uitvoeren. Dan kom ik nog wat dieper bij de informatie. Ik vertelde u al, we hebben een wettelijke beoordeling van die keringen, van die waterkeringen in ons land. Daar zijn wettelijke normen. En de beheerder, in dus veel gevallen wat ik heb uitgelegd, zijn dat de waterschappen en soms ook Rijkswaterstaat, die moeten periodiek de dijken toetsen aan die norm. Dat heet de wettelijke beoordeling. Die is met de nieuwe norm, die 1 januari jongstleden van kracht is gegaan, net weer gestart. In 2023 moeten al die dijken weer beoordeeld zijn. En dat betekent dan dat we heel veel informatie ophalen uit die dijken. En die is weer van belang, onder andere voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. Want wij willen graag weten welke dijken nu of in de toekomst niet gaan voldoen. Waarom ze niet voldoen. Hoe urgent die afkeuring is. En hoe we die dijken in een programma kunnen zetten. Nou, ik vertel u al, dat programma is een gezamenlijk programma. Daar zit heel veel geld in. Dus dan willen de waterschappen ook transparante afwegingen zien. Die gebaseerd zijn op dezelfde data. Dezelfde standaarden en definities die we daarbij gebruiken. En dan komen we tot transparante keuzes in welke dijken gaan we investeren de komende jaren.
Die grote hoeveelheid geld, ik heb u laten zien, 5 miljard, wordt misschien nog wel meer. Maar die willen we met elkaar zo goed mogelijk zien te beheersen en zo efficiënt mogelijk uit te voeren, uit te geven. Dus dat doen we in een simpel plaatje als dit. Beoordelen, dat levert gegevens op. Die gebruiken wij om ons programma te maken en de urgentie aan te geven. Dat leidt dan tot keuzes in het programma voor projecten. En dan kom je zo via die PDCA-cyclus tot uitvoering. En dat is informatie in die keten steeds belangrijker aan het worden. En die informatie wordt alleen maar meer en meer, heb ik proberen aan te geven. Met informatie van de bodem, met informatie van de gebouwde omgeving. Daarom hebben we een waterveiligheidsportaal bedacht met elkaar. Initiatief vanuit de watersector. Informatiehuis Water en het Waterschapshuis zijn daarbij heel belangrijk. Maar hebben ook gezegd, laten we klein beginnen. Dat staat ook op deze lange tekst. We hebben gezegd, we hebben meer nodig. We hebben meer afspraken nodig over gegevens, definities en de data die we nodig hebben in die waterkeringenwereld. Die zijn er al heel veel, maar die moeten we beter op elkaar afstemmen en ook beter beschikbaar maken. Maar de keuze uiteindelijk van onze stuurgroep die dan gaat over het hoogwaterbeschermingsprogramma is geweest, laten we klein beginnen. Laten we in ieder geval zorgen dat de beoordeling, het aanleveren bij het hoogwaterbeschermingsprogramma en het prioriteren in het programma, dat dat via dat ene portaal geserviced wordt. Dan kunnen we daarna kijken hoe we verdere stappen kunnen maken om die informatie, die hele keten, op elkaar af te stemmen. En ook die ketens weer aan elkaar te verbinden. Nou, dat is het portaal geworden. Dat is bijna af. Dus dat portaal betekent dat elke beheerder volgens bepaalde definities gegevens aanlevert. Die zijn niet alleen voor de beheerder zelf beschikbaar, maar ook voor andere partijen. Want in die keten spelen ook verschillende overheidsinstanties een rol. De beheerder is verantwoordelijk voor die beoordeling, voor de kwaliteit van die informatie. De inspectie, de leefomgeving en transport heeft een belangrijke borgende rol. Die moet daar ook naar kijken, moet daar ook haar fiat aan geven. Het hoogwaterbeschermingsprogramma heeft daar belang bij. Het ministerie, DGRW, heeft daar belang bij. Dus al die partijen moeten toegang hebben tot die informatie en moeten ook gezamenlijk komen tot definities en stappen die nodig zijn om die informatie ook te borgen en beschikbaar te stellen. Nou, dat zijn de stappen die we met het Informatiehuis Water, het Waterschapshuis en een bedrijf hebben kunnen realiseren de afgelopen periode. Het is bijna zover dat het live gaat. Zometeen is er een workshop waar ik u allen voor uitnodig. Daar wordt het helemaal toegelicht hoe het precies werkt. Dat mocht ik nog niet doen. Maar wat ik wel belangrijk vond, naast nog even de ontwikkeling is dat je ziet ook dat die informatie naar de toekomst toe steeds meer wordt met geavanceerde apparatuur. Dus we staan aan het begin van een ontwikkeling waarbij die informatie in de keten beter gedeeld wordt, maar er ook steeds meer technische mogelijkheden zijn. Ik zag al vele stands op deze waterinfodag die daar getuigen van zijn, dat we die informatie nog veel beter kunnen maken en nog veel meer kunnen verrijken. En ik ben blij dat het waterportal is er in ieder geval, het waterveiligheidsportal. Het is een eerste stap, zeg ik, maar we hebben het met elkaar wel kunnen realiseren. En voor ons als opdrachtgever is het ook belangrijk om daarbij te zeggen, in goede samenwerking, publiek, privaat, binnen tijd en binnen budget. We zeggen altijd, het gaat 1 april live. Maar als ik die datum noem, gaat iedereen lachen. Dus daarom heb ik gezegd, 31 maart, en u kunt het zo meteen zien in de workshop, gaat het echt werken. Dank u wel. Erik, dank je wel. Ik moet wel zeggen, jouw huiswerk klinkt meer als corvée dan dat van Gerrit. Nu moeten we over betrouwbaarheid van data en juiste data aanleveren. Maar uiteindelijk gaat het ook over het hoogwaterbeschermingsprogramma. Hè, wat ons toch nog wat langer in veilig moet houden, zolang we met mitigatie en adaptatie nog niet ver genoeg zijn. Maar namens Gerrit maar de eerste vraag, denk ik. Het HWBP, die dijkversterkingen, dat is natuurlijk veel asfalt en beton. Dus een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van allerlei CO2. In hoeverre houdt dat programma rekening, wat doen jullie aan mitigatie? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het is een sector die natuurlijk van oudsher met veel emissies en veel natuurlijke grondstoffen en ook gemaakte grondstoffen gaat werken. Dus veel uitstoot veroorzaakt. We zijn nu wel echt bezig van hoe kunnen we de duurzaamheidsdoelstellingen die al die organisaties ook hebben, Rijkswaterstaat en de waterschappen, verbinden aan dit programma. Dat klinkt misschien nog wat abstract, ja. Maar we zijn ook aan het kijken hoe we met simpele methoden, met minder grondverzet, die dijk ook sterker kunnen maken. We zijn bijvoorbeeld met verankeringsmethodes bezig en we willen ook kijken via zo'n LCC, zo'n lifecycle aanpak, of dat echt tot
betere resultaten op het gebied van duurzaamheid leidt. En we zijn ook kijken hoe we meer met gebiedseigen oplossingen kunnen werken. Dus minder gesleept met grond. Wat nu met andere grondstoffen. Dus we zijn er wel mee bezig. Ik herken dat het een sector is die van oudsher niet zo goed scoort op het gebied van duurzaamheid. Ja. Maar het is wel een item wat we ook in het verlengde van het verhaal van Gerrit nu echt aan het oppakken zijn. Gerrit, klinkt het als genoeg? Moet ik erbij gaan staan? Ja, kom maar. Ik realiseer me dat dat natuurlijk twee dingen zijn die elkaar toch wel wat bijten. De veiligheid is natuurlijk ook, ik denk dat dat bovenaan de agenda staat. En het zou natuurlijk mooi zijn als je dat op een duurzame manier kunt doen. Ja. Maar ik begrijp heel goed dat bij jullie die veiligheid natuurlijk bovenaan staat. En dat moet het ook zijn. Ja, het zijn lastige afwegingen. Ik herken hem uit mijn eigen praktijk ook. Ja. Je zit altijd te balanceren tussen economisch belang, veiligheidsbelang en milieubelang eigenlijk. Je probeert het midden te bewaren. Maar ik voelde me wel aangesproken door wat jij zei. Ik denk jij ook wel. Als je er niet voor gaat, gaat het ook niet gebeuren. Ja. Dus je zult wel ergens moeten beginnen. Ja. Maar het is leuk om initiatieven te horen. Dus wat jij vertelt over die LCC, dat is iets. Ik weet dat wij in bepaalde dijkversterkingsvakken heel bloks hebben gebruikt met maar de helft van het cement. Ja. Dus er zijn allerlei initiatieven. Maar de vraag is het genoeg? Vast niet. Maar we gaan gewoon door. Is er iemand in de zaal die nog iets aan Erik of aan Gerrit wil vragen eigenlijk? Ja, jij. Mag ik even? Dat wordt ingewikkeld. Wie ben je en waar kom je vandaan? Ruud Kersten, ik ben programmamanager Informatiehuis Water. Maar ik moest even denken aan Ruimte voor de Rivier. Want daar ben ik ook wel een beetje trots op als ooit bij betrokken geweest. Dat daar toch uiteindelijk twee keer zoveel grond is verzet dan oorspronkelijk bedacht. Maar dat er toch eigenlijk veel meer gebiedseigen oplossingen zijn gekozen. Waardoor het gesleep, zeg maar, en de kosten, die bleven hetzelfde. Dus je zou kunnen zeggen, die CO2-uitstoot die oorspronkelijk voorspeld was, die nog steeds hoog is, dat die toch uiteindelijk toch de helft is van wat het had kunnen worden als we niet tot slimme oplossingen waren gekomen. Dus ik denk, er zitten toch zeker in de uitvoering kansen voor innovatie. Dankjewel. Nou, misschien daar nog op het begrip innovatie nog even ingaan, want dat is toch wel een belangrijke drijfveer in het hoogwaterbeschermingsprogramma. En dan ben je niet altijd bewust dat je ook bezig bent met klimaat. Een van de voorbeelden bijvoorbeeld, ik liet een plaatje zien, het water kan ook onder de dijk doorkomen. We zijn gewend, omdat dat doen we al tientallen jaren, om dat op te lossen met grote dikke bermen, steunbermen, met veel grond. Dus ook waarschijnlijk met veel CO2-emissie en gebruik van natuurlijke stoffen. We hebben nu technieken bijna beschikbaar om dat water wat wel onder die dijk door kan af te voeren via een drainagesysteem. Dat is een innovatie die waarschijnlijk sneller werkt, goedkoper werkt. Maar de kunst is om dat ook te verbinden aan klimaat en CO2-uitstoot. Want waarschijnlijk scoren die technieken daar ook goed op. En ga je dus vanuit meerdere doelstellingen werken aan een betere oplossing. Wat jij ook zei, dingen aan elkaar verbinden. En dus een kwestie van bewust worden dat een nieuwe techniek ook op andere terreinen veel voordelen biedt. Dus vooral ook kennis uitwisselen is belangrijk en goede ervaringen en best practices. Ja. Nog een andere vraag of een suggestie? Nou, misschien nog even reageren, maar kun je het niet gewoon in de aanbestedingsvoorwaarden meenemen? Van de CO2-emissie telt zoveel in de gunning. Dat gebeurt prijs, al. Dus dat je het echt heel expliciet maakt, zodat de markt er ook op kan reageren en er ook op kan scoren. Ja. Dat gebeurt met de CO2-ladder bijvoorbeeld en vaak, in ieder geval bij Rijkswaterstaat, maar bij waterschappen gebeurt dat net zo goed. Ja. Je beoordeelt aanbestedingen MV heet dat dan, meest voordelige inschrijving, dus ze krijgen bonuspunten als ze op dat terrein goed scoren. Dus dat nemen we wel mee aan de voorkant, dat is waar. Maar je wil ook wat meer publiciteit er soms aan geven en daar zijn dagen als dit natuurlijk ook goed voor, dat je dat soort innovaties ook wel een platform geeft. Ja. Ja. Dankjewel. Ik zag nog iemand die heel graag iets wilde zeggen. Ik ben het precies hetzelfde. Ik denk dat is inderdaad op de markt de bedrijfsrechten. De druk uit de oefening op marktpartijen. Ga je dus een bestelling tegen. Je moet de hele tijd zeggen, het staat in een aanbesteding, dat is ook van de marktpartijen. Ik zie het nog heel weinig. Ik zou zeggen, ga de ambitie aan en
vraag toen we uit de aanbesteding van marktpartijen inschrijven die duurzaam zijn en die duurzaam werken. En dat maakt het steeds belangrijker, zo ga je bestemming regelen. Dus u zegt, we mogen best wel, nog wel wat ambitieuzer zijn in de manier waarop we onze aanbestedingen wegzetten. Oké, okay, knoop ik in mijn oren. Doen we graag. Denk ik. Gerrit, ja, ja, tuurlijk. Ik had iets waar ik wel wat meer over na heb gedacht. Dat CO2-verhaal kwam naar voren. Ik denk dat in de toekomst er ook een prijs op CO2 zal komen. Dat is nu nog heel controversieel. Er is natuurlijk een emissiehandelssysteem wat niet werkt. Omdat er veel te veel emissierechten zijn uitgegeven. Dus ja, er is veel meer aanbod dan vraag. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat in de toekomst niet een of ander systeem komt van CO2-emissiebeprijzing. Hoe dat er dan uit zal gaan zien, dat weet ik niet. Maar vroeg of laat zal dat gaan gebeuren. Dat kan gewoon niet anders. En een ander punt op de vlak is dat er ook in de toekomst gewerkt zal worden aan opslag van CO2. Omdat het op een andere manier niet kan. In Barendrecht is dat een keer geprobeerd. Dat leverde heel veel weerstand op. Daardoor is het niet doorgegaan. Maar vroeg of laat zullen we in Nederland ook aan CO2-opslag moeten gaan werken. Ja. Dat valt een beetje buiten het bestek van deze dag natuurlijk. Maar dat wil ik nog wel even aan. Nou, misschien willen we het benutten. Ik heb vorige week een presentatie gekregen over een nieuwe brandstof. Water, mm-hmm. Die op basis van waterstof is. Maar die kan opgeslagen worden op basis van mierenzuur. Ja. En door bij de verwerking daarvan gebruik je dan weer CO2. Ja. Dus dan gebruik je CO2 als een soort hulpmiddel om energie, bijna energie-neutraal brandstof te produceren. Dus er wordt aan gewerkt. Het is natuurlijk mooi als we het al doen voordat er een verplichting komt. Ja. Hè? Dat is denk ik jouw oproep ook wel. Nou ja, wacht niet maakt tot, mij niet zoveel tot... uit, maar okay. Als er maar wat gebeurt. Ja, als het nodig is het nodig, maar wacht niet tot dat komt. Nee. Nee, nee. Er is nog tijd voor één vraag, denk ik. Achter mij. Ja, wie ben je? Waar werk je? Met de microfoon. Ik ben Frederik Gevers-Dijnhout. Ik werk bij Royal Scholing DAV. Klimaat en Gerrits verhaal spraken me zeer aan, maar... Even terug naar het waterveiligheidsportaal. Ik ben vorig jaar verhuisd van Den Haag naar Amersfoort en woon nu ruim boven NAP. Kijk. Ik hoop dat er, dat er gemitigeerd gaat worden voordat de waterstanden staan zoals ze in de verschillende platen ook staan. Maar dat wil niet zeggen dat het misschien toch gaat gebeuren. En ik vraag me even af, ook met dit waterportaal. Stel dat we allemaal toch een beetje meer naar het oosten van het land moeten gaan verhuizen, om wat voor reden dan ook. In hoeverre weten we nu al wat Duitsland aan het doen is? En dat in het kader van data-uitwisseling en waterveiligheidsportalen. Kunt u daar wat over toelichten? Nou, Erik. Ja. Doe je best. We werken natuurlijk in het kader van het rivierbeheer, het grensoverschrijdende rivierbeheer, al jaren samen met Duitse partners, andere partners. Waterveiligheid is daar ook een item. En je ziet dat vooral terug in rivieren en gebieden waar grenzen elkaar overschrijden. Dus bijvoorbeeld in de Achterhoek. Wij hebben het begrip dijkringen in Nederland. Die dijk in de Achterhoek loopt door tot in Duitsland. Dus daar wordt door vergelijkbare organisaties als Duitsland heeft met Nederland, wordt ook samengewerkt en worden ook data uitgewisseld. Daar is nog een wereld te winnen, maar op kleine schaal gebeurt dat wel. En dan is het vooral kijken hoe zo'n gebied als de Achterhoek niet alleen via de IJssel beschermd wordt, via het onderstukje van de Rijn, maar ook via de achterdeur bedreigd kan worden via Duitsland. En daar wordt ook aan data en informatie gewerkt. Maar we zijn nog niet zo ver dat dat zeg maar, op Europese of transnationale schaal zo voor elkaar is. Zoals wij nu bezig zijn met het waterveiligheidsportaal. Dus we denken, Nederland Waterland, dat we hier ook dingen hebben waar we andere landen mee kunnen helpen op termijn. Dus nog even niet hierin te zien? Nee. Nog niet te zien, maar in aantocht. Dank jullie wel. Ik wil Gerrit en Erik heel erg bedanken voor hun presentaties. Ik denk dat ze alvast een applausje verdienen. Maar ze krijgen ook nog een cadeautje. APPLAUS